Mijn naam is Thijs Lodewijk. Ik maak elektronische muziek en dat doe ik onder de naam Ludewijk. Heijmans heeft mij gebeld met de vraag, wij doen heel veel met data. Er komt heel veel data uit de infra. We willen dat ook meer gaan uitstralen. Dat we data hebben en dat we daar heel veel mee kunnen doen. En jij met jouw muziek past heel goed bij die data-uitstraling. Heb jij een idee? Zou je daar iets mee kunnen? Wat zou een ervaring op kunnen leveren in plaats van alleen maar kennis? En daar ging ik eigenlijk meteen van aan. Data zijn in principe allemaal getalletjes. Wat belangrijk is, is om die data ook voor mij, tenminste zo ben ik zelf in ieder geval te werk gegaan, om die data ook visueler te maken. Want in muziek is veel, eigenlijk alle data omgezet in visuele data. Dus als je een muziekcomputerprogramma bekijkt, dus bijna alle data is visueel zichtbaar. Dus voor mij was het belangrijk om die data eerst visueel te maken en dan vervolgens te koppelen aan muzikale parameters. En vervolgens krijg je dan een situatie dat die data invloed heeft op de muziek. Heijmans heeft mij gevraagd om 4 infra-objecten te sonificeren, waaronder de A27, de Beatrixsluis, de Spoorbrug bij Rosmalen en de Sonop Solar Noise Barrier langs de A50. Ik vind de combinatie van het verhaal, het idee van waar komt het vandaan, en de visuele ondersteuning en die muziek, dat totaalpakket vind ik zelf heel interessant om naar te kijken en te luisteren. Geluid en muziek spreekt iedereen aan. Dus op het moment dat je de zin van infrastructuur en de data die eruit voortkomt middels muziek bij mensen onder de aandacht kan brengen, dan denk ik dat iedereen zich veel bewuster wordt van de wereld waarin we leven en de infrastructuur waar we van gebruik maken. Dat maakt dit een ontzettend interessant project voor mij.